Nee, ik begin er heel makkelijk aan. De vraag is het vol te houden. Dus van een begin, eerste 3, 4, 5 pagina's, een boek te maken. Vooral een roman, dan moet je natuurlijk ook wel wat een plot in het hoofd hebben. Dat plot verandert ook, terwijl je schrijft. Je leeft ook met je eigen personages, heel vreemd. De personages leiden een eigen bestaan. En je kunt dus door het personage stellingen laten verdedigen die niet de uwe zijn. Dat is het voordeel van een roman. Je komt dus als het ware in discussie met de mening die je niet deelt via je personage. Ik heb ook eens een luisterboek gemaakt. Dat is hier uitgegeven bij Borgerhof. Dat zijn dus kortere teksten en gedichten die ik heb voorgelezen. En dat is een plaatje gewoon. Dat kan worden opgelegd en beluisterd, met name in de files. Het verzacht het fileleed. Ik denk aan de uren die we elke dag vaker doorbrengen in de auto. En dat heeft ook wel wat succes. Ik krijg daar reacties op ook. Het is ook wel aangenaam dat je via e-mail wel reacties krijgt. Bijvoorbeeld, ik heb eens een reactie gekregen van iemand die me zei, kijk, ik heb uw boek gelezen. Ik lag in het ziekenhuis. En dankzij de lectuur van uw boek voel ik me veel beter. Dat heeft mij getroffen. Dat is een mooi compliment. Ja, ja.